Oké, tijd voor de muziek. Horen jullie muziek, ja? Om te vertellen wie wij als samenleving kunnen worden, dan moeten we met z'n allen alle soorten van verhalen kunnen vertellen via de kunsten. Er was niks vooraf hè, dat dit deed. Dat was er niet. Nu zijn er velen dat dat claimen, maar het was er niet. Ce que je vois aussi, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui bougent. Dit is de realiteit en we gaan gewoon een mengelmoes maken van dans en muziek en theater en de codes doorbreken en iets nieuws introduceren. Ik weet niet hoe ik hier zo aan begonnen zijn anders. De eerste ervaring was heel fijn en dat was een drive voor mij om door te doen. Ja, welkom, welkom bij de live show van Mestizo. We beginnen zo dadelijk. Eerst iedereen's verzoek om binnen te komen accepteren. C'est vraiment un endroit, un lieu, un moment où les gens peuvent concrètement voir notre travail en plus de toute la promo qui est faite, quoi. Donc, je pense que ça ouvre des portes, ouais. Ouais. Hey, dag allemaal. Ik wou jullie nog kort even iets vertellen over Wipkoop. Wipkoop is eigenlijk gestart vanuit het format Work in Progress tijdens het Mestizo Arts Festival in 2009. Ondertussen is het een grote samenwerking met heel veel partners, heel veel kunstorganisaties, klein en groot, in 4 steden. Antwerpen, Brussel, Gent en Mechelen. En geven we jaarlijks een 20-tal artiesten eigenlijk de mogelijkheid om deel te nemen. Alles wat er leeft en bruist in de stad aan artistieke praktijken, die maken wij zichtbaar. En dat zijn dingen die nog niet altijd in het gezichtsveld zitten van de reguliere huizen. Eigenlijk is het een win-win voor beide partijen. Organisaties zoeken nieuwe verhalen, nieuwe stemmen, nieuwe gezichten. De artiesten zoeken ondersteuning. Dus gaan wij proberen te mixen, te matchen. Tell us something more about the show. Yeah, you think that I have to tell it more? Or maybe I can stay mysterious? No, I'll say I'm just kidding. Vaak zijn ze ook al wel lang bezig. Dus in die zin is dat niet per se jong. Ook niet per se nieuw. Maar nog niet vaak gezien en nog niet vaak opgepikt werk. J'ai commencé mes premiers cours à 3 ans et j'ai jamais vraiment arrêté depuis. J'ai quand même fait une école, mais c'est une école pas du tout traditionnelle. Donc c'est une école de hip-hop à Paris. C'est très connu dans le monde du hip-hop et ça c'était vraiment ma base. Si je suis là toute seule en train d'essayer d'exister, il n'y a personne qui va me regarder parce que je suis personne et je suis reliée à personne. Mais d'être connectée à la Wipkoop, ben ça, il y a déjà, on va nous regarder, on va s'intéresser un minimum à notre travail. Donc oui, ça m'a ouvert plein de portes déjà ici. Il y a un an encore, à chaque fois que je voulais un studio, ben j'allais dans une salle de sport et je payais. Mais je le faisais, c'était parce que c'était ça, c'était, j'en étais que là, quoi. Et j'y pensais hier et je me suis dit waouh, maintenant j'ai même plus besoin de faire ça quoi. C'est vraiment cool. À partir de la Wipkoop, ce qui s'est passé, c'est que c'est bien parce que j'ai été obligée d'aller plus vite quelque part, puisque j'étais obligée de vraiment plonger dedans et de construire la chose en fait. Les 5 premières semaines, j'ai décidé d'être seule. C'était très intense, mais c'était très bien. Donc c'était des heures et des heures à être là, à stresser. Et puis j'ai eu des flashs comme ça, et puis j'ai commencé à construire, écrire, construire, filmer. Et puis ça s'est passé. Ça s'est passé. Somebody!
zeg maar ook al. Zit het niet van hier, trek dan namelijk de foto. Ik ben zelf Argentijn. Ik ben geboren en opgegroeid in Zuid-Amerika. Heel veel van wat er daar bestaat, komt van de middenveld en van de mensen zelf. Als een nieuwkomer, als iemand die hier was aangekomen, ik was onder de indruk van naar de subsidies, naar de theaters en cultuurcentra. Ik dacht van, wow, is ongelooflijk. Na een tijdje werd ik geconfronteerd met een zeker ontoegankelijkheid van die soort van ruimtes. Hoe kunnen we in een land met zo'n sterke kunstensector ruimte vrijmaken voor andere soort van verhalen, andere soort van artistieke parcours? En dan zijn we gekomen tot dat idee van de work in progress. Dan kwam er een gezelschap genaamd Sim Collectief. En dan hadden wij onze eerste voorstelling genaamd H&G. Dat was Hans en Grietje. Maar we dachten daar een soort van underground voorstelling van te maken. We babbelen, ik denk, rond 2009. Ja, zoiets. 2009, 2010. Dat werd niet serieus genomen. Asghaf kwam met slam poetry, met hip-hop. Dat was geen kunstvorm. Heel veel van wat wij deden was zogenaamd geen kunstvorm. Wij waren overtuigd dat is kunst. Ik zag de rijkdom van beide en de gebrek aan verbindingen tussen beide. Dus mensen van de grote instellingen, van de grote theatergezelschappen, die waren niet op de hoogte van alles wat aan het gebeuren was in de stille contexten. Wij zagen mannen als de no-mops, zoals Said, Mike, etc. Wij zagen die gasten bezig en dat zijn kunstenaars. En wij wouden daarmee samenwerken, weg van het reguliere. Ik kwam op de wereld dankzij mijn mama, dada. Dat was de François, geen Mustafa, eigenschappen geaarfd voor mijn dubbele papa, gaf dat. Ik flap het eruit, ik heb het geoord en daarmee basta, voilà. Daarom zijn we gaan zoeken een manier om beide dingen met elkaar te kunnen brengen. Dat was een gigantisch challenge. Waarom? De asymmetrie tussen beide werelden was te groot. Is dit kunst? Dus in het begin waren mensen nog niet overtuigd. Totaal niet. Een beeld is alsof een olifant probeert een mier te aaien. Die maakt de mier kapot. Dus de grote challenge voor ons met Work in Progress en met Wipkop later is hoe brengen we ze in contact met elkaar zonder dat die eigenheid niet verdwijnt. Dat was revolutie op dat moment. Dat was een dikke middenvinger. Dat is... En als je dan ziet waar... het heeft iets gedaan, hè. En op een bepaald moment, na een schoolvoorstelling, er was een nabespreking, en een van de studenten, een kindje met zwart-Afrikaanse roots, ik weet niet van waar, die heeft een vraag gesteld. En de vraag... Dat was zo hard, maar zo tegelijkertijd zo mooi. Zijn vraag was, ik wist niet dat zwarte mensen op podium mochten zijn. En dat was iedereen die daar was, was ineens gewoon stilgevallen. Ik wil een rode loper met allemaal fotografen die mijn naam roepen. Aminata, 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 deze kant. En ik poseer en ik geef mijn beste profiel. Dat is bij ons echt begonnen als tiener. En we hebben een allereerste stuk ooit gemaakt toen wij 17 waren. De kracht van beeldvorming, van representatie, dat is gewoon onmisbaar. Dat is hetgene dat jongeren of die een passie hebben voortdrijft om door te gaan met hun droom, met wat ze willen. Die herkenbaarheid vinden wij ook heel erg bij elkaar, omdat wij een van de enige weinige zwarte actrices zijn in het veld. Het feit dat je gewoon al iemand ziet die op u lijkt, die het heeft gehaald tussen de haakjes, dat idee alleen al maakte dat ik dacht, oké, maar dan kan ik het ook. Ik zou zo graag
je voelde toch wel een soort van weerstand. Want er werd dan gezegd van oké, diversiteit, we willen dat, maar het moet wel kwaliteit zijn. En dan denk ik, ja, maar als beginnende kun je niet meteen kwaliteit leveren. Iedereen heeft de tijd nodig om te evolueren, om te leren, om fouten te maken. En dat werkte benauwd. Dat is een ander soort van overlevingsstrategie dat wij aannemen in de kunstenwereld. Wij zijn er nooit geweest, nooit van, ah, ik ben een kunstenaar, dus... Nee, het is elke keer vechten en bewijzen. Die mentaliteitsverandering, dat is iets dat eigenlijk wel door de jaren heen in de goede richting evolueert. Toen ik begon in 2011, waren er veel vaak argumenten van, ja, maar het moet toch gaan over kwaliteit, het moet toch gaan over... universele thema's, alsof migratie bijvoorbeeld geen universeel thema zou zijn. En werd er anderzijds ook vaak gezegd van we zouden wel willen werken met artiesten van een andere achtergrond en met andere referentiekaders, maar we vinden ze niet, we kennen ze niet. Dus op dat vlak was Wipkoop echt een heel goede bondgenoot. Ik wil een grote rol, supergrote rol in een supergrote film van een supergrote regisseur. De visie van Wipkoop sprak mij heel erg aan. Er werd niet meteen verwacht dat je meteen een topprestatie moest leveren. Dat is uiteindelijk ook wat er op de scholen gebeurt. Dat je in vrijheid mocht ploeteren en onderzoeken. We zijn ook doorgegaan. Het heeft heel erg gewerkt. En wij zijn gewoon ook doorgegaan. Maar wij vinden het wel belangrijk om dat te blijven benoemen. En dat die deur wel veel breder open moet gaan en structureel open moet gaan. En niet af en toe out of goodwill. Darkroom, Limontaine, parole libre, bonne ambiance. Un petit peu fort, effectivement. Un tout petit peu. Je suis un artiste autodidacte. Le théâtre, j'ai découvert ça il y a une quinzaine d'années. Au départ, quand on a commencé à Ras el Hanout en 2010, c'était des personnes qui partageaient leurs témoignages, leur expérience de discrimination raciste. Furet étranger, c'était la pièce. Et on a vu qu'il y avait une connexion très très forte avec le public bruxellois parce qu'il y avait des histoires, des styles, des personnes qu'on n'avait pas l'habitude de voir ça dans les scènes bruxelloises. Ok. Donc, je suis déjà sur scène quand le public rentre. On récapitule un peu de show. Vaak zijn de meest interessante en boeiende dynamieken effectief te vinden onder de radar. Dus dat houdt in dat we eigenlijk kijken naar de dynamieken en de realiteit van een stad anno vandaag. En zeker een stad als Brussel. Welk potentieel daarin zit voor de kunsten en de podiumkunsten? Nous, on a des dizaines de milliers de spectateurs bruxellois. Qui sont venus nous voir. C'était très visible pour eux ce qu'on faisait. I just wanna go outside, feel the sun on my skin, the earth beneath my feet. They keep pulling me in, and the stars in the sky, they keep calling my name, cause they wanting me back. Nog 5 minuten. We gaan vandaag het een beetje hebben over de voorbije editie. Coding and Process. Ah, hier. Voilà, ik ben hier. Jij zit altijd in een ander voertuig. Dan mogen we de muziek nog laten spelen en de credits erboven zetten. Dus Chloe, we moeten een afspraak maken, hè? Ja, goed. Voor onze watch party. Oké, super. Avec toi ce soir, mais c'est pas possible vu la distance qui nous sépare, qui nous sépare, qui nous sépare. Qu'est-ce que j'aimerais danser avec toi ce soir, mais c'est pas possible vu la distance qui nous sépare, qui nous sépare, qui nous sépare. Les gens ils vont voir comme je suis fou, mais je suis pas folle. C'est pas fou. Je suis un peu énervé pour montrer mon création comme artiste. Voilà, un peu énervé. C'est ça.
J'ai fait une pièce des réalités de Kinshasa. C'était dans l'époque de Kabila. Et c'est là que ce n'était pas vraiment le bienvenu, la pièce. J'étais allé en prison à cause de ça. Maintenant, tout ce que j'ai vécu en prison, la souffrance-là, c'est là que j'ai montré ça dans ces pièces. Je suis venu ici en Belgique à cause de ça. Parce que j'étais là-bas et un peu à danger. C'est ça. Tu viens dans un pays que tu ne connais pas du tout. Pour recommencer ton carrière, c'est difficile. Ça demande du temps. Tu ne connais pas là où tu vas commencer. Et vraiment, tu perds tout. Tu es perdu. Oui, couple, ils sont là pour t'aider, pour donner un peu, canaliser les chemins, pour faire guider dans ce style-là. Il faut aller par là. Et ce style, c'est bon, il faut aller par là. Je vois un whip-coupe comme ça. Voilà. Wat we eigenlijk ook doen, is mee op maat gaan kijken per artiest. Wat zijn juist de noden? Waar heeft hij vooral behoefte aan? Wat zou uw ideaal parcours zijn? Wat heb je nog nodig om uw werk af te werken? En aan de hand van die Blue Sky Vision en hun gedroomde parcours gaan we gaan kijken waar dat we hun kunnen ondersteunen, de juiste partners vinden, de juiste plekken vinden. Dat wij vooral proberen om de artiest erin te steunen dat hij los van al die visies toch zijn eigen stem kan ontwikkelen. On va proposer des artistes à Whipcop. On va dire, ben voilà, nous, on travaille avec tel artiste et on va venir les proposer à Whipcop. Et ensuite, on va choisir ensemble avec l'entièreté des partenaires qui se présentera son travail cette année. Whipcop moedigt artiesten er heel erg aan om waar dat je ook staat in je proces, om een vorm te kiezen waarin je je materiaal toch al kan ontsluiten en de interesse van mensen kan wekken. En dus dikwijls is dat in een heel vroeg stadium. En toch is dat dan al interessant genoeg om ja, de basis te zijn voor een gesprek met die artiest in kwestie. C'est ce que je trouve vraiment génial dans ce projet, c'est que en dehors de proposer de rencontrer des professionnels et de mettre en lien les artistes avec les programmateurs de salles. Il y a tout le côté aussi retour artistique. Un work in progress is 30 minutes, mais daarna zitten wel een uur samen met een aantal mensen om te praten over uw werk. Dus we kijken ook naar ja, hoe kunnen artiesten zich daar beter op voorbereiden, zodat ze eigenlijk goed weten welke vragen of antwoorden dat zij zoeken, welke ondersteuning dat zij zoeken. En plus, c'est fait à chaque fois dans un cadre bienveillant. C'est très structuré et en même temps, du coup, ça permet aussi l'informel et ça permet la rencontre. On a vu des artistes qui ont pu rencontrer, par exemple, les futurs dramaturges de leur spectacle ou encore des chorégraphes par ce biais-là. Je pense qu'il y a très veel blinde vlekken zijn binnen de sector over onze eigen werking en dat we niet genoeg beseffen hoe intimiderend de sector dikwijls of hoe een hoge drempel dat er eigenlijk vaak is die dat wij zelf niet zien, maar voor mensen die dat maar al te graag deel zouden willen uitmaken van die sector. Of niet, omdat ze zouden willen dat die sector er anders uitziet. Dat kan natuurlijk ook. Ah ja, die intro.
Ik ben zo blij met de intro. Dat is mijn favoriete stuk. Dus we hebben samen gewerkt en dan gewoon een goede klik. Ja, een goede klik, hè, Snoepie? Ja. Haar verhaal vond ik ook super grappig en op dat moment was die ook... Dat is toch grappig? Een Amerikaanse die in een boom belandt. Je ne comprends pas. Mam pa wum diye. Tam guara mam. Je suis fatiguée. More of this. Yeah. It's like... Ah, shit, the spotlight was near there. And blackout. Okay. So, And the crowd goes wild! Ja, we stoppen ermee. Ja, het voelt wel goed. We moeten gewoon dingen verduidelijken of zo. Ja. Ook al zei je pas begint gepast voilà, met iets te creëren. Er zijn zo geen vooroordelen. Ja. Allee, het moet wel een beetje goed zijn, maar je hebt de kans om te ontplooien. Je hebt de kans om te ontplooien op uw tempo of zo. Of... Nee, dat stelt mij ook gerust. Ja. Om te creëren ook. Om fouten te durven maken. Zo van, niet, van, oh nee, het moet goed zijn of ze gaan... Voilà, of zijn... Het was geen expectatie of geen eindpunt. Het was echt gewoon, wat wil je tonen en hoe kunnen we je sturen? Feestje! Ah, dat is goed. Omdat dat is meer absurd. Ja, absurd. Yes, JD. Die vind ik ook wel echt mooi. Die ja. Ik vind, ja. Mm. Ja. Zo de ik denk dat dit fantasy, is fantasy. Ja, ja. Waarom, ja. En dat is eigenlijk heel het stuk. Ja. In uw armen. Ha! We hebben hem. Dat is hem. Dat is gewoon het stuk, deze foto. Ja. Fantastisch. Ja. Mooi. Formidabel. Geweldig. Boom. Ja. Als ik zie dat mensen die met andere roots en andere artistieke cv's, van de musical tot de commerciële films, van de cultfilms tot de theater, tot de kindervoorstellingen, de muziektheater, dat ze overal beginnen aanwezig te zijn, dan word ik gelukkig van. Anderzijds is het soms wel ontmoedigend om te zien dat dezelfde debatten van 10 jaar geleden nog altijd sporadisch de kop opduiken. Niet iedereen kiest de klassieke weg. En dat is ook niet voor iedereen gemaakt, de klassieke weg. Laat ons het, om in een cliché te zeggen, laat ons niet de Obama's zijn om dan te zeggen van oké, ja, daar, het is 1 of 2 mensen gelukt en dan de rest laten we van no way. Dat is blijven duwen, hè. Dat mag niet in slaap vallen. Dus Wipkoop is heel belangrijk, nog altijd. Mike, you are great. Gerardo, ik zie je. Merci allemaal. Salukes. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.